Pasgeboren baby's horen ritme, zelfs als ze slapen. Aan de telefoon heb ik Henk-Jan Honing, een van de onderzoekers. Hoi Henk-Jan. Hoi, hallo. Hallo. En baby's hebben dus een ritmegevoel? Ja, dat lijkt zo te zijn. Hoe hebben jullie dat onderzocht? Ja, dat is best lastig met baby's, hè, want dit zijn hele jonge baby's. Ze zijn 2 of 3 dagen oud. Ja. En ja, die doen eigenlijk niet veel meer dan slapen, eten en een beetje krijzen tussendoor. Ja. We hebben eigenlijk heel simpel een aantal elektrodes op de schedel geplakt, zodat we kunnen zien wat hun verwachtingen zijn tijdens het luisteren. En waar luisteren ze dan naar? Nou, en ze luisteren naar een rockritme. Ze hebben zo'n koptelefoon opgeplakt. Ja. Ze slapen, maar ze luisteren naar een rockritme. Een heel regelmatig rockritme, wat iedereen kent, waar af en toe op een belangrijke plek een noot weggelaten is. Oké, dus de baby's hoorden een ritme waar iets in ontbrak? Ja. Oké, en aan die hersengolven kon je dus aflezen dat ze luisterden naar die beat? Ja, het is een methode waarmee je kan zien of een mens een verwachting heeft en of die verwachting geschonden wordt. En als je heel sterk verwacht dat een noot gebeurt en hij gebeurt niet, dan zie je dat hersensignaaltje. Dat geregistreerd wordt. Ja. Ja. En die test is uitgevoerd bij slapende baby's, dat vertelde je net. Waarom bij slapende baby's? Ja, het meeste van de tijd slapen ze überhaupt al. Ze doen eigenlijk meer dan slapen en eten. Aan de andere kant is het ook voor de methode een voordeel, omdat oogknipperen en slikken of huilen allemaal ruis op het signaal geven. Dus dat maakt ook dat het soort experiment niet al te lang hoeft te duren. Ja, dus dat soort factoren beïnvloeden dan je resultaat? Ja. Ja, oké. En zou het kunnen zijn dat die baby's een ritmegevoel hebben ontwikkeld door wat ze hebben gehoord voor hun geboorte? Ja, baby's hebben gehoor ongeveer 3 maanden voordat ze geboren worden. Je zou kunnen bedenken van, oh, waar komt het dan door? Ja, misschien door die hartslag. Maar dat is een van de mooie resultaten van dit onderzoek, is dat chimpansees bijvoorbeeld en bonobo's, die hebben ook een hartslag. En dat lijkt dus niet de verklaring te kunnen zijn. Dus het lijkt iets uniek menselijks, dit talent. En misschien wel specifiek voor muziek. Oké, ja, dus het is echt iets wat bij mensen hoort. Ja, het maakt voor ons muziek mogelijk. Het maakt mogelijk dat je samen muziek kan maken, dat je samen kan dansen. En iets wat chimpansees en bonobo's bijvoorbeeld niet kunnen. Ja. Laatste vraag. Als ik nu een super muzikaal kind wil krijgen, is het dan wat om hem alvast het ritmegevoel voor de geboorte zo optimaal mogelijk te maken en in de eerste dagen naar rockmuziek te laten luisteren? Veel luisteren naar muziek kan nooit kwaad. Maar wat dit onderzoek aangeeft is eigenlijk dat we muzikaler zijn dan we denken. We hebben al ingebakken muzikale talenten die we eigenlijk alleen nog maar verder hoeven te ontwikkelen. Oké, nou duidelijk. Dankjewel. Graag gedaan.